Welkom, welkom. We hebben wel iets meegekregen, hè? Ik ben content dat ik er hier nu bij ben. Ik had het nog niet gezien, de nieuwe installaties en zo. En ik zeg het, de receptie was heel vriendelijk. En het volk buitenuit het stadion, ja, dat doen we niet. En de rest is jij. Niks neem je. Voor een droom, hè? Heb je dat nog goed, zeg? Godverdomme. Hé, ja. Niet alleen in Anderlecht. Ik volg alle competities, Belgische competities, op tv, Engeland, Frankrijk, Spanje. Ik volg alle voetbalmatchen en voetbaluitslagen, maar verplaatsen dat doe ik niet meer. Het was een keer tijd. Wordt er nog een keer shoppen op het veld? Ja, ik heb 14 jaar in Anderlecht gespeeld en 9 keer kampioen. Waaronder de laatste 5 jaar doorlopend. En dat was dus magnifiek. Ik ben weggegaan en dan hebben ze wel wat moeten wachten om nog eens kampioen te worden. Dus dat doet me wel plezier als ik daaraan terugdenk. Voor de mensen is dat het summum tegen Real Madrid winnen. En ik scoor dan die goal. Dus voor mij was dat dan nog een beetje speciaal. Chirion, chef, doe eens iets. Chef! Goal! Ja, het was precies omdat ik nog niets gedaan had. En ik moet eerlijk zeggen, ik had nog niet zoveel. Want ik had, gelijk als ze nu zeggen, controlevoetbal. En dan zeggen ze, ja, ze hebben goed de match gecontroleerd. Maar daarom speelde niet goed. En dan vooral ik op middenveld veel controle gedaan en niet gedacht dat we ooit konden winnen. Maar op het laatste valt er dan ja, een appel uit de kast en die bal valt gelukkig in mijn voeten. Ik was geen super goalgetter, maar daar was het dan juist hoe dat moest. In 1957 was ik 20 jaar. Heb ik mijn eerste gouden schoen gekregen en dan tweede keer in 62. Dat is niet gelijk als nu, hè. Nu is het een show in de casinos met de vrouwen die dan moeten schoon gekleed lopen, bloot als het enigszins kan, maar in onze tijd was dat gewoon op het middenpunt van het plein kwam de verdediger van het laatste nieuws, die gouden schoen overhandigen. En dat was dan alles. Oh, dat was vanavond de bank zitten, dat was toch mooi, hè? Oeh, dat ging niet. En dat kost dus niet meer. Zeggen wij kat of van nee, is hij. Kom bij Max. Heb jij de mes? Kat zo, is hij. Kat zo, kijk eens. Ja, af en toe denken we er eens aan als er op tv over Anderlecht gesproken wordt of met extra time dat er dus relaas gegeven wordt over de matchen van Anderlecht, dan denkt u daar zo aan. Hè. En wel, ze zijn verbeterd, ze hebben weer veel gekocht. Maar de spelers zijn kwalitatief goed. En er mankeert niet veel aan om terug de grote ploeg te zijn.